Okay, we zijn hier voor de derde kwartfinale en we hebben weer onze geit Adel. Hoe is het met Adel, Jordi? Vandaag geen zin. Geen zin vandaag? Nee, genoeg brood. Nou, ze moet wel weer gaan kiezen tussen Duitsland en Italië. Ze heeft elke keer voor rechts gekozen. Ik ben benieuwd of ze dat weer gaat doen, Jordi. Extreem rechtsigheid. Dat hebben wij helemaal niet verteld, maar we knippen echt al dit eruit en we zien alleen jou met een geit. Hij in de weer met een geit. Die niet luistert. Kom dan. Het is Italiaanse geit, heel verdedigend ingesteld. Kom weer een vriend tegen onderweg. Kom op, dat laatste. Laat ze weer naar rechts, hoor. Weer Duitsland nu, hoor.